Spiegel, Charles en de koning, de wereldhit van bij ons. Check al onze podcasts. Je vindt ze allemaal in de app van 14 maart. Eurovisie Songfestival is gewonnen door Loreen uit de Zweden. Het is al de derde keer dat ze de finale van het Songfestival kan winnen. Als je niks wil missen van Radio 2, dan moet je zeker de Radio 2-app installeren. Je kan hem downloaden via radio2.be/app. Elke dag, telk voor twee. Goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Martijn. De 67e editie van het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Loreen uit de Zweden. Het is al de tweede keer dat ze de finale van het Songfestival kon winnen. Heb je zin om tussendoor te relaxen en weg te dromen? Het kan de hele dag lang met de perfecte muziek op Radio 2 Unwind. Luister in de app van WRT Max. Elke dag, telk voor twee. Het is 5 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Martijn. De 67e editie van het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Loreen uit Zweden. Haar nummer Tattoo kreeg in totaal 583 punten van de vakjury en het. Zijn er al mama's wakker? Dat kan bijna niet anders. Mama's met jonge kinderen, plus mama's, soon to be mama's. Allemaal welkom in Radio 2. Elke dag, telk voor twee. WNT Radio 2. Het is 7 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Zweden heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Loreen haalde het voor de tweede keer. In 2012 won ze alles met Euphoria. Dit jaar kreeg haar nummer Tattoo de meeste punten. Hola Pola, als je nog niet goed wakker bent, dat gaan we zo meteen oplossen. Zet die radio al maar iets luider, want Bon Jovi met You Give Love a Bad Name komt eraan. Elke dag, elk voor twee. Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Zweden wint het Songfestival, België eindigt op de 7e plaats. In Turkije zijn de verkiezingen begonnen voor een nieuwe president en een nieuw parlement. Actrice, presentatrice en binnenkort voor de eerste keer mama. Wat doet dat met haar zintuigen? Francis Luttenburen is zo meteen mijn gast. Zweden wint het Eurovisie Songfestival, België eindigt op de 7e plaats. In Turkije zijn de verkiezingen begonnen voor een nieuwe president en een nieuw parlement.